Veel mensen uit Kiewit en heel Hasselt hebben een nauwe band met Pukkelpop, die met de jaren al maar hechter geworden is. Elke vereniging doet wel iets op het festival. Meer dan 1000 medewerkers halen op die manier een som geld bijeen voor hun activiteiten. De financiële kater mag dan wel groot zijn, de Kiewitenaren zijn diep getroffen. Hanne de Kouteren. Jeff Evers is voorzitter van de plaatselijke voetbalclub. Sinds 1991 werken zijn medewerkers elk jaar op Pukkelpop. Zij staan in voor het opruimen van het terrein en de recyclage. Op die manier brengen ze geld in het laadje van de sportclub. Dit is een van de 4 ekerstanden waar de festivalgangers hun bekers en dergelijke, wat ze vinden op de weide, inzamelen en hier binnenbrengen. En ze krijgen daarvoor een gadget, dat kan zijn een pet, een t-shirt, een jeton voor de kermis. En wat brengt dan dat voor de vereniging op? Hoe zit dat juist? Iedere vereniging maakt een totaalpakket op met organisatie, met Chokri. En in dat totaalpakket zitten heel veel onderdelen wat ze allemaal moeten doen. Maar het is één totaalpakket wat op voorhand met Chokri wordt afgesproken. En dan krijgen jullie daar een som geld voor? Krijgen een som geld voor, ja. De sportclubs, de jeugdbewegingen, de seniorengroep, kortom heel het verenigingsleven van Kiewit is nauw betrokken bij het festival. En ze rekenen ook elk jaar op die inkomsten. De gevolgen hiervan voor de Kiewitse gemeenschap, ik weet het niet. Ik durf daar niet bij stilstaan. Ik heb nog gezegd, het belangrijkste is dat er geen doden meer van de zwaar getroffenen, dat er geen meer zouden bijkomen. Dat vind ik heel prioriteit momenteel hier op Kiewit. En ik denk dat heel Kiewit hetzelfde denkt. Dus de financiële gevolgen vinden jullie minder erg? Vind ik minder erg, eerlijk gezegd. Ik denk dat we ook de menselijke kant moeten bekijken. En de menselijke kant is het meest waardevol in het leven. Chef heeft intussen zijn handen vol, want zijn team is dag en nacht aan het opruimen. Waar hebben ze geruimd? Alle vuilbakken hier, backstage. Daar is analisten nog bezig zijn. De financiële klap zal ongetwijfeld groot zijn, ook voor de mensen en verenigingen van Kiewit. Maar vooral emotioneel zijn er diepe wonden geslagen. Het verenigingsleven is zeker in zijn hart getroffen. Ik bekijk nu, als ik in onze familiegroep bekijk hier, is het heel, heel, heel erg. We zaten op dat ogenblik toen we hier bezig waren met minimum 140 effectieve werkers. Ieder van die werkers had hier een kind of een familielid rondlopen. Iedereen was hard getroffen door wat er toen gebeurde.